Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Jordi Bozalle, de start komend seizoen van JO 13-2 naar JO 19-1. Is weer even een cultuuromslag, ja? Ja, het is heel bijzonder. Ik heb natuurlijk al contact gehad met Marco de Grip. En die heeft mij een beetje verteld over hoe dat zou gaan. En hij heeft gezegd, ja, het kan wel aan. Of je kunt het wel aan. En ja, Danny van der Sleen die er dan bij zit. En wij zijn al vrienden vanaf dat we 16 zijn. En dan is het leuk als je dat samen kan doen. Wat heeft Marco de Grip vooral met je besproken? Want ja, nogmaals, het is wel een hele andere leeftijdscategorie. Komt wel, ja, andere dingen komen er gewoon bij kijken, denk ik. Ja, tuurlijk. De kleintjes die moet je nog meer sturen, zeg maar, in het voetbal leren. Maar de ouderen die kunnen eigenlijk al voetballen. Die moet je eigenlijk alleen techniek leren. Of de techniek om aanvallend en verdedigend te spelen. Ja, nou is de JO19, Danny zei het ook al, van ja, dat is een doelgroep die we graag verder willen ontwikkelen. Wat is daar voor jou voor nodig, denk je, om die jongens de volgende stap te kunnen laten maken? Nou, ik denk voor mij is het veel discipline. En discipline en talent, ja, talent heeft iedereen wel eigenlijk. Maar discipline gaat je verder brengen dan motivatie. En ja, dat is wel wat ik ze wil bijbrengen. Je zegt al, Danny, goede vriend van je, al jaren. In wat voor opzicht denk je dat je elkaar aanvult als trainers? Nou, wij kunnen elkaar alles vertellen. Ook als het niet goed zit. En alle dingen die bespreekbaar zijn, die kun je bespreekbaar maken. En dat maakt het wel makkelijker als je vrienden bent. Heb je ook straks een bepaalde taakverdeling? Hebben jullie daar al over gehad? Nou, eigenlijk niet. Het was eerst, ben je dan hoofdtrainer of assistenttrainer? En we hebben samen besproken dat we het allebei gelijk zullen doen. Dus er is niet een taakverdeling. Ik denk dat we allebei op andere vlakken elkaar zullen aanvullen. En Danny is natuurlijk al heel lang bij de club. Man van de club ook. En ja, ik kan van hem leren, maar hij ook van mij. Je zegt al, Danny is een man van de club ook. Er zijn heel veel jeugdtrainers, ja, echte clubmensen. Hoe belangrijk is dat volgens jou? Ja, ik denk dat het voor Hogeveen wel belangrijk is dat er zoveel mensen zijn die zich willen inzetten voor de club. En Hogeveen, ik denk dat het een van de grootste clubs is in het noorden. En ja, het is belangrijk dat zulke mensen de club steunen en groot blijven houden, zeg maar. En tenslotte ook voor jou geldt, denk ik, net als alle anderen. Je kunt eigenlijk niet wachten tot het weer een beetje normaal gaat en dat je straks augustus goed kunt beginnen. Ja, we zijn nu al bezig met de voorbereidingen. En ja, Danny en ik hebben bijna elke avond wel contact. We kijken er echt naar uit als de coronamaatregelen zich een beetje weer toelaten dat we kunnen voetballen. Ja, dan wordt het een mooi seizoen. Wordt er gewoon ook voor gekozen om straks, zeg maar, in juni gewoon echt dan alvast de blik op het nieuwe seizoen te richten? Nou, we hebben aankomende zaterdag al eentje. Een training waarin de selectie een beetje bekend wordt. Maar ja, zo snel mogelijk. Voor iedereen, denk ik.